En voor de letter L heb ik een speciaal dier uitgekozen. Hey, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een video van Meester Leroy. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe letter. En die letter, dat zal vandaag de letter L zijn. Nou, en voor de letter L heb ik een speciaal dier uitgekozen. Vroeger heb ik wel een keer het lammetje gedaan, maar nee. Zoals je achter mij kan zien, is dit geen lammetje meer. Ik heb vandaag gekozen voor het lieve heersbeestje. Een heel leuk insect, het is een kever. En die helpt namelijk heel veel planten om te kunnen groeien. Want een lieve heersbeestje eet bladluis. En bladluis eet aan de bladeren, knaagt het helemaal weg. En omdat het lieve heersbeestje het bladluisje opeet, kan de plant gewoon rustig door blijven groeien. Nou, hieronder het lieve heersbeestje, nee, dat is geen bladluis. Dit is een larve. Die is net uit het ei gekomen, maar van welk dier zou dit nou de larve kunnen zijn? Ja, misschien heb je ze wel eens zien kruipen en ze zien er heel anders uit. Maar als je goed kijkt naar de koppen en naar de 1, 2, 3 poten aan elke kant, dus 3 en 3 is samen 6, evenveel poten, dezelfde kop, als onze vriendin het lieve heersbeestje. Dit is een larve van een lieve heersbeestje. Zij zullen verder groeien en groeien nadat ze veel gegeten hebben. En dan wordt het net als bij een rups een cocon. En uit die cocon komt dus het lieve heersbeestje. Dus zo wordt hij geboren. En zo, met dat hele mooie rode jasje met die stip op de rug, dan is het echt een lieve heersbeestje. Nou, voor de letter L, voordat we gaan zingen over het lieve heersbeestje, ga ik eerst met jullie het gebaar doen. En wat ik graag wil van je, is dat je weer eens even die linkerhand erbij pakt. En weer doen we de wijsvinger. Alleen deze vinger doen we omhoog. Die wijst er naar jezelf toe. En het moment dat je het gaat doen, is je legt hem tegen je onderlip aan. Het is precies hier. Want in lip zit ook de L. En het enige wat je doet, dan sta je recht. Je pakt je vinger en je zegt L. Zullen we het samen doen? Op 1, 2, 3, 4. L. Heel goed. En dat is met je lip. Met je lip. Gaan we hem nog één keer doen? Oh, en dan gaan we hem ook een paar keer snel doen. Let op. 1, 2, 3, 4. L. 1, 2, 3, 4. L. 1, 2, 3, 4. L. Heel goed. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Heb je nou een beetje moeite met de letter L zeggen? Dan ligt dat waarschijnlijk aan je tong. Aan de binnenkant van je mond. Want je hebt een gehemelte. En je tong moet precies tegen dat roze gehemelte in je mond zitten. Niet tegen de tanden, maar tegen het gehemelte als je zegt L. Nou, laten we nu lekker gaan beginnen over het liedje van het lieve heersbeestje. Want zij wil graag een liedje laten horen. 1, 2, 3, 4. L is het lieve heersbeestje. Luister naar haar lied. Ze zingt over mooie bloemen. En de plantjes die ze ziet. En ze zingt la 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 la. La 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 la. La 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 la. Luister naar haar lied. Heel goed. Hey, en dit was een heel kalm en rustig liedje. En ik vind het tof dat jullie dat ook kunnen. Want ja, soms is een lekker rustig liedje ook wel eens fijn om te zingen. Dan alleen maar lekker snel en hard. Ook leuk. Hey. Bedankt dat je weer keek naar een nieuwe video van Meester Leroy. Ik hoop dat je hebt geleerd over de letter L. Wil je daar nou nog meer over leren? Beneden in de omschrijving vind je een klein linkje over Kinsey. Klik daarop en daar vind je nog meer woorden, nog meer spelletjes. Allemaal over de letter L. Nou, super tof.
Ben je daarmee klaar en denk je, nou, ik wil graag nog meer zingen, nog meer leren? Nou, kijk dan op één van deze twee video's hier zo. En ga verder. Ga meer zingen. Ontdek het kanaal en abonneer even als je niks wil missen. Nou, ik was Meester Leroy en ik zeg, tot de volgende keer.